Wat ooit een sprookjeskasteel moet worden, is inmiddels al jaren een ruïne. Is het tijd om het kasteel Almere te slopen? En hoe ziet de toekomst van poppodium De Meester eruit? We gaan het er in deze uitzending over hebben. Dit is Politiek op 1. Welkom bij Politiek op 1, de talkshow waarin we elke week inzoomen op actuele en urgente zaken in de Almeerse politiek. We spreken met Danny Lauwersen van de gemeente over de woningbouwontwikkelingen in het centrum van Almere. Met Leefbaar Almere praten we over de toekomst van poppodium De Meester. De Partij van de Arbeid wil een oplossing voor jongeren die tussen wal en schip vallen. En de VVD wil woningen in Kasteel Almere. We gaan beginnen. Het is toch een beetje het lelijke eendje van Almere, het kasteel. Veel ideeën zijn er al voor gemaakt. Van een mislukt plan voor een heksenpretpark tot een heuse trouwlocatie. Ook op dit moment zijn er twee partijen die de nodige plannen hebben. Maar concreet is het allemaal nog niet. De VVD wil graag huizen hebben op deze locatie. Maar wat wil de Almeerder? Verslaggever Maud Sipsbul vroeg Almeerders naar hun mening over het kasteel. Al meer dan 20 jaar staat er een ruïne langs de A6. Het kasteel Almere. Het is een veelbesproken onderwerp in de gemeenteraad en onder de Almeerders. Er zijn al heel veel plannen gemaakt die uiteenlopen van een hotel tot woningbouw. Maar op dit moment blijft het een ruïne. Wij vroegen op straat wat de Almeerder vindt, wat er met het kasteel moet gebeuren. Wat denkt u dat er met het kasteel moet gebeuren? Verder afbouwen. En waarom? Nou, er is al zoveel geld ingestoken. En Almere die verliest al zoveel de laatste jaren in projecten. Maar ik denk, bouw dat nou eens een keertje af. Ik denk dat ze dat aan een ROC zouden kunnen geven. En dan alle scholieren die daar in opleiding zijn. De elektriciëns, de loodgieters. Iedereen die maar met daar op de beroepsopleidingen zit. Die kunnen zich daar denk ik heel nuttig maken. Nou, ik vind eigenlijk dat ze het wel kunnen gaan gebruiken als of als appartementen. Of dat ze het helemaal opknappen als een trouwlokaal, feest gebeuren, dat soort dingen. Dat zou een mooie iets zijn, want het ligt natuurlijk op een hele mooie plek. Ik vind dat het kasteel afgebouwd moet worden en dat daar omheen wat recreatieve activiteiten ontplooit moeten worden. Restaurants, speeltuintjes, noemen weet ik veel, dat soort dingen. Sommige mensen denken dat er misschien dat die helemaal plat moet en woningen. Denkt u van nee? Nee, dat zeker niet. Nee. Ik vind het helemaal geen goede locatie voor woningen. Ik zou echt zeggen van maak een trouwlocatie van wat voor bedoeld was, Vark. We hebben een trouwlocatie of iets in die geest. Of recreatie of maar het schelen. Om het op te bouwen, ja. En als het dan klaar is, nou, dan kan het misschien hotelbestemming of festivalbestemming of school misschien wel. Of misschien wel een mooi bejaardenhuis. Hé, hey, waarom niet? Die hebben we niet. Nou, ik zou juist het kasteel gebruiken om woningen te maken. Om dat dus dusdanig te renoveren. Dat je daar woningen in maakt, want dan heb je natuurlijk iets heel unieks. Meneer Morgenstond, krijgt de kasteelruïne ooit een, hoe noemen we het, een happily ever after? Of is de kans klein? Als het aan de VVD ligt, heeft de kasteellocatie zeker een toekomst. En het is ook aan de raad om ook te beslissen, gaan we daar ook echt iets doen? Gaan we iets mogelijk maken voor Almeerders? Ik heb ook hele mooie suggesties gehoord, ook in de interviews die jullie hebben afgenomen. En één ding is duidelijk, Almeerders willen dat er iets gebeurt op deze locatie. Dus wat mij betreft, wat de VVD betreft, gaan we daar ook echt iets samen doen. Als u in het filmpje ging het ook even over hè, dat er een aantal partijen zijn die bezig zijn met een invulling van het gebouw, hè, ook in de introductie. Maar daar zit geen woningbouw in. Klopt dat? Nou, ik kan de plannen van anderen niet echt op waarde schatten, omdat het probleem is ook, we hebben heel weinig concrete plannen gehoord. We hebben wel heel veel luchtkastelen gekregen, maar daar kan je niet in wonen. Daar kan je niet in recreëren en daar kan je niks mee doen. Dus wat we belangrijk vinden is dat we een concreet plan hebben. Er heeft zich ook een partij aangeboden. En die heeft gezegd, wij hebben een plan waaronder bijvoorbeeld ook in zit het kasteel afbouwen. En daaromheen woningen realiseren. Maar voor zo'n partij is het ook belangrijk om te weten, maar wat wil de gemeente nou eigenlijk? Nou, nu is het aan ons als raad, alle 16 fracties, om daar iets van te vinden. Ook bijvoorbeeld, we willen iets doen aan de woningnood. Nou, ik weet, de PvdA staat voor woningen. Leefbaar Almere staat voor woningen. De VVD staat voor woningen. Dus wat mij betreft zie ik het rooskleurig in als al deze partijen inderdaad er zo in staan dat we meer voor Almere willen doen.
waarvoor deze locatie uitermate geschikt is. Ja, dus uiteindelijk is daar consensus over, zullen we maar zeggen, vanuit de politiek, zegt u. Nou, er is consensus dat we woningnood hebben en dat we daarvoor iets moeten doen. Maar of dat op die locatie kan, nou, wat de VVD betreft, absoluut. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de PvdA daarnaar kijkt en hoe Leefbaar Almere daarnaar kijkt. Nou, wij willen natuurlijk veel meer woningen en het liefst betaalbare woningen. Daar staat op Tegen de Arbeid voor. Maar wij geloven ook wel dat we een stad moeten zijn waar recreatie in zit. En het kasteel is voor een recreatiegebied. En wij zien graag dat het kasteel afgebouwd wordt. Dat er iets gedaan wordt voor Almeerders wat betreft recreatie. Iets leuks doen in de stad. Iets cultureels doen in onze stad. Maar we moeten inderdaad wachten op een partij die dat heel graag wil doen. En die dat graag wil oppakken. En de woningen kunnen er ook bij. Hè? Dus het betekent niet dat je dat gehele gebied hoeft af te sluiten voor woningen. Maar voor ons staat recreatie op die plek toch eerst op de eerste plek. Okay. Hoor ik wel wat moois, want ik hoor hier wel dat de PvdA open staat voor recreatie. Daar leent het gebied zich ook heel mooi voor. Dus recreatie, maar ook voor woningbouw. Dus stel dat ze recreatie en woningbouw hand in hand zouden kunnen gaan en dat daarvoor een mooi plan is, staat de PvdA daar ook voor open? Dat zou eventueel kunnen, ja. Ja, maar stel dat het zo is. Ik denk dat het recreatie het hoofdpunt is. En dus dat je daarnaast woningbouw zou kunnen doen, dat een optie zou kunnen zijn. Ja. Dus als er een partij is die zegt, nou, ik wil eerst weten van de gemeenteraad, wat vinden jullie voordat ik hierin ga investeren? Mm-hmm. Want het kost heel veel geld om plannen te ontwikkelen. En daar heb je een betrouwbare overheid bij nodig. Dus als een ontwikkelaar zegt, ik heb een mooi plan met recreatie en woningen, betaalbare woningen, middeldure huurwoningen en dure woningen, staan de PvdA er dan ook voor open om samen met de VVD en alle andere fracties te kijken, om te kijken hoe gaan we dat dan mogelijk maken? Als je het zo zegt, zoals jij het zegt, dan zou het eventueel kunnen. Dat is een optie van de opties. Maar het liefst willen wij gewoon zien dat het kasteel afgebouwd wordt en dat er iets cultureels mee gedaan wordt. Dat het gezicht wordt van Almere. Maar als dat dus niet gebeurt, kunnen we eventueel kijken naar recreatie met woningbouw. Maar mevrouw Semmel, u zegt dus eigenlijk eerst recreatieve functie, daarna pas woningbouw. Okay. Precies. Als we even dan, meneer Dobber, u bent van Leefbaar Almere. Hoe staat jullie erin? Ja, wij zijn een stuk kritischer op woningbouw op deze locatie. Woningbouw is heel belangrijk en we hebben heel veel plekken in de stad die daar ook voor bestemd zijn. Zoals PvdA al zegt, deze plek is voor recreatie bedoeld. Meneer Mogenstond van de VVD die zegt, we moeten een betrouwbare overheid zijn. Daar zijn we helemaal mee eens. Betrouwbaar in de zin dat dit een recreatieve bestemming is. En dat moeten we ook gewoon uitstralen. Want zolang wij elke keer de wortel ophouden richting de huidige eigenaar, van ja, want misschien willen we hier wel woningen, dan zal die nooit die grond afwaarderen naar de waarde die daadwerkelijk heeft, de recreatieve waarde. Dus op het moment dat je dat niet doet, zal er ook nooit iets van de recreatie ontstaan. Nou, het grappige is eigenlijk dat, als ik jullie nu de vraag stel, wat is er nu mogelijk op dat terrein? Is recreatie nu mogelijk? De bestemming is recreatie nu op dit moment. Ja, op dit moment. Als we nu met z'n drieën naar die locatie toe gaan, kunnen we daar nu recreëren? Dat zou nee, dat kan niet, want het is afgesloten. Ja. Het is omringd door hekken en er kan nu helemaal niks. Klopt. En er zijn een hele hoop plekken in Almere waar de recreatie wel gelukt is. Je hebt de Kempaan, je hebt Jeugdland, et cetera. Ja, maar deze locatie. En deze locatie, nou, wat ons betreft, wachten we gewoon nog even tot het wel lukt. En ja, op het moment dat we elke keer die wortel voorhouden van, ja, misschien mag je hier woningen, ja, dan kunnen we blijven wachten. Want zolang die ontwikkelaar denkt dat er een kans is dat er ooit een woning gebouwd mag worden, zal hij dit nooit gaan herwaarderen naar recreatieve grond. Denkt u dat er een soort splijts van mis eigenlijk, meneer Dobber, dat op het moment dat die duidelijkheid er niet is van eerst, hè, wellicht zoals mevrouw Selman zegt, recreatief en dan wellicht woningen, dat een beetje, nou zeg maar, de olifant in de kamer niet benoemd wordt en we blijven maar rondcirkelen? Dat denk ik, ja. Ja, kijk, er zal altijd een inschatting worden gemaakt door zo'n eigenaar van, wat is de kans dat hier ooit woningen gebouwd mogen worden? Ja, al is dat een kleine kans, dan zal hij dat gewoon in die grondprijs mee berekenen. Nou kijk, waar ik zeg maar mee worstel in dit. Er zijn heel veel plekken op Almere waar woningen kunnen komen. Dus als politiek Almere wil dat er woningen komen, dan kan ik nu al drie locaties
toewijzen waar dat eventueel zou kunnen. En de vraag is, waarom zou je een recreatiegebied, mm-hmm, dat recreatie loslaten om daar woningen te bouwen, terwijl je dus elders anders in Almere ook woningen kan bouwen? Dus om zeg maar het fenomeen dat we alleen daar eventueel woningen kunnen bouwen, klopt gewoon niet. Laat het voor wat het is, recreatie. En als het tijd nodig heeft, tuurlijk zien we liever dat het kasteel afgebouwd wordt en dat Almeerders gebruik daarvan kunnen maken. Maar op dit moment is het het niet. Ja, meneer Morgst, moet je dat niet loslaten. Maar meneer Morgenstond, is uw partij voor woningen of voor recreatie? Of zegt u nou wat mevrouw Selman zegt, daar kunnen we ons ook wel in vinden? Een combinatie, beginnend met recreatie? Nou, wat ik zo mooi vind aan Almere, ik woon er nu 30 jaar, is dat het nooit en het hoeft nooit of te zijn. Het is mogelijk om te wonen en te recreëren. Maar dat is dan hetzelfde als wat mevrouw Selman zegt eigenlijk dan. Wat kan gebeuren, hè? Ze zegt. Nou, als we dat kunnen vaststellen, dat we het met elkaar eens zijn, dat stel dat het kasteel kan worden afgebouwd en de recreatiefunctie kan blijven en dat daar woningen aan kunnen worden toegevoegd. Nou, bijvoorbeeld 850 woningen in verschillende segmenten. Als we elkaar daarop kunnen vinden, dan ben ik in ieder geval heel blij nu in deze uitzending al. Is het eigenlijk niet een idee, meneer Morgenstond, dat wellicht de gemeente het kasteel terugkoopt, daarmee het in handen heeft? Is dat een oplossing? Nee, dat is verre van een oplossing. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Hortusterrein, weet je hier niet wat je koopt. Er is gebouwd, er zit al heel veel in de grond. Het is al 20 jaar afgesloten. Het zou eigenlijk heel onverstandig zijn van de gemeente om dat nu te kopen. Terwijl een oplossing die veel voor de hand liggender is dat een andere partij die zegt, het is overigens niet de grond van de gemeente. Dat is ook goed om te realiseren. Het is de grond van een ander. En als er een partij komt die zegt, ik wil hier woningen gaan bouwen, ik wil het kasteel afbouwen, ik wil zorgen dat recreatie heel goed mogelijk is. We hebben wel de gemeenteraad nodig die zegt, wij willen hier woningbouw toestaan. De kosten voor de gemeente, die zijn er niet. Omdat die voor rekening van de ontwikkelaar komen. En juist onder die omstandigheden, dat maakt het heel anders dan aan de andere projecten. We hebben het heel vaak over euro's en percentages. Maar hier is het eigenlijk heel simpel. Willen we hier woningbouw, ja of nee? Dat zegt wat de VVD betreft, willen we hier woningbouw? We willen iets doen aan de woningnood. U maakt zich daar ook hard. We gaan het zo over het Odeonveld hebben, over een paar woningen. Maar goed, als we ook kijken naar de toekomst en ook in de toekomst problemen willen kunnen aanpakken, moeten we ook nu vooruitdenken om die woningnood juist het hoofd een oplossing te bieden. Meneer Morgenstond zegt wel, er zijn geen kosten voor de gemeente, want de grond is allemaal in eigendom van een particulier. Hij heeft over 850 woningen, dat zijn nogal wat. Kijk, bijvoorbeeld? Het mooie is, als we woningen bouwen op onze eigen grond, dan verkopen we die grond tegen een reële grondprijs, waardoor we ook geld hebben om voorzieningen te realiseren. Als we nu hier toestaan om woningen te laten bouwen, er moeten ook busbanen komen, er moeten scholen komen, en die kosten die moeten wij allemaal wel dragen. Dat is een aanname, want juist aan de voorkant kan je afspraken maken met zo'n ontwikkelaar. Wij als gemeenteraad willen hier woningbouw toestaan onder voorwaarde dat de infrastructuur wordt aangepakt. Dat het voor mensen die willen recreëren, dat het mogelijk is om daar makkelijk te komen. En nu zijn er eigenlijk twee partijen die hiermee bezig zijn. Okay, hoe staat het daar dan mee? Want die zijn bezig, maar die hebben nog geen concrete plannen ingeleverd. Die wachten nog op een besluit. Nou, weet je wat, ik kom hier op terug, want dat weet ik niet gedetailleerd. En ik vind het betoog van de VVD erg vurig en streed. Alleen mijn vraag is, waarom willen jullie daar zo graag bouwen? Terwijl het elders anders in Almere dus ook kan. Waarom die locatie zo specifiek als dat in het bestemmingsplan daar niet voor is? Woningbouw is daar niet, zeg maar, het hoofddoel. Waarom wil de VVD daar per se bouwen? Nou, de VVD wil overal kwaliteit toevoegen in de stad. En als dat helpt ook om die starters, gezinnen die willen doorstromen, maar ook ouderen maar te kunnen huisvesten. Dat kan ook overgooien. Waarom wil de VVD zo graag bouwen daar? Ja, maar het overgooi kan dat ook. Het kan ook in het Beatrixpark. Kan ook in Noorderplassen. Ik zou ontzettend, op een spelletjesavond zou ik het ontzettend leuk vinden zo te pingpongen. Maar op dit moment, als je Almere vraagt, maar goed, wat zijn de bezwaren? Ik kan me goed voorstellen dat als je als inwoner dan nu kijkt, dat je denkt, ja, maar wat is het probleem? Je hoeft de vraag, wil je hier woningbouw toestaan, ja of nee?
Ik hoor heel veel over de kosten, over ja of nee. Het is heel simpel. Maar zelfs die simpele vraag kunnen we niet beantwoorden. En wat ik persoonlijk heel mooi zou vinden, als we met 16 fracties, 16 partijen in de gemeenteraad kunnen laten zien dat wij ondanks onze verschillende partijideologieën hierover consensus bereiken. Zeggen wij willen hier woningbouw toestaan. En dan kunnen we daarna hebben over voor wie, wat voor wegen, hoe gaan we recreëren. Maar de eerste vraag is heel simpel. Willen we hier woningbouw ja of nee? En de VVD zegt ja. Even nog, voordat we naar een ander onderwerp gaan. Even mevrouw Selman, uw reactie als laatste. Nou, op dit moment niet, want het is een recreatiegebied en daar willen we gebruik van maken. En wachten we totdat er een goed partner komt of een projectontwikkelaar of wat dan ook, die dat goed wil oppakken. Woningbouw, dus eerst recreatie en eventueel daarna woningbouw. Maar toch, ondertussen zijn er een aantal partijen die daarmee bezig zijn. Ja. Als we de informatie mogen geloven en als ik jullie spreek, dan blijft het ergens in het midden liggen. U wilt ook nog reageren, meneer? Meneer Mogstens, wat is het probleem om hier te bouwen? Het probleem is, er komen nog 100.000, misschien wel meer mensen om weer erbij te wonen. En er zijn een aantal stukjes groen die zijn gewoon voor bedoeld. En dat moeten we gewoon zo houden. Want als we overal maar lukraak woningen bouwen, dan hebben we over een 100 jaar gewoon geen park meer over. Ja, dat vind ik heel erg het doemscenario. Want het is net over de bestemming gegaan. Nou, dat is nu 20 jaar een omheind hek. Als we de keuze hebben, willen we nog 50 jaar aankijken tegen zo'n ruïne? Mm-hmm. Of willen we zeggen, we gaan daar iets mee doen? We gaan iets doen voor de Almeerders? Dan hoor ik hier nog steeds, nee, ik wil het liever nog 50 jaar een omheind hek. Maar dan even om u een ruïne te laten. Of ik wil wachten tot ik een ons weeg, totdat er iemand met een goed plan komt. Even in 20 seconden. Wat is uw oproep om te gaan doen hiermee? Wat moet er nu gebeuren? Nou, dit is een mooie kans voor de gemeenteraad. 16 fracties om te zeggen, wij staan voor woningbouw. We staan voor woningen voor Almeerders. En dat kunnen we doen door kansen te nemen die ons worden aangeboden. Maar dat betekent ook over onze eigen schaduw heen springen. En zeggen, nou, dit lelijke punt waar Almere al 20 jaar tegenaan kijkt, laten we van deze ruïne gewoon een vorstelijke woonomgeving met recreatie maken. En wat we daarvoor moeten doen is zeggen, ja, wij willen woningen. Hartelijk dank. Van Kasteel Almere gaan we door naar een gebied waar al wel flink gebouwd wordt. Danny Lauwersen van de gemeente Almere is daar verantwoordelijk voor. Meneer Lauwersen, hoe denkt u dat de binnenstad kan bijdragen aan de oplossing voor de woningnood in de stad? Nou, ik denk dat de binnenstad die vraagt eigenlijk om woningbouw. Hè? Want er zijn te weinig woningen op dit moment in de binnenstad. We hebben op dit moment in de binnenstad in Almere is eigenlijk de dunst bevolkte binnenstad van het land. En dat zie je ook terug. Ondernemers hebben het moeilijk. Te weinig mensen die daar komen winkelen. Naar de horeca gaan. Dus het gebied vraagt. En het gebied kan ook heel goed nieuwe woningen herbergen. En het staat ook hoog op de prioriteitenlijsten van de gemeenteraad en van het college. En we werken daar heel erg aan de voorbereiding van, ik denk 8.000 tot 10.000 woningen de komende periode. Is daar ook niet een soort spanningsveld tussen eigenlijk de hele woningbouw versus ook de retail die daar aanwezig is? Nou, dat is geen spanningsveld. Ik denk dat het elkaar heel goed kan versterken. In elke moderne binnenstad zie je juist die functiemix en die functiemenging. En we hebben nu eigenlijk een hoofdwinkelcentrum van de stad. We zijn op weg naar een binnenstad te worden, voor een groter wordende stad. En daar hoort die functiemix enorm bij. En woningen dragen daar enorm aan bij. Ook aan het sociaal leven in de stad. Hè. Het is nu van 9 tot 5 open. En daarna is het toch een beetje niet zo bruisend, zullen we maar zeggen. En we streven naar een binnenstad waar het van 7 tot 10 gewoon echt levendig is. En voor verschillende doelgroepen op verschillende momenten van de dag. Ja, want u zei het inderdaad, de nasluitingstijd, dan is het al snel de reuring er weg. Ja. Hoe wilt u dat dan wel realiseren als er meer woningen komen en de winkels langer open zijn? Als er meer woningen zijn, zijn er sowieso ook meer mensen op straat. Hè? En ook gedurende langere perioden van de dag. En we streven ook naar een functiemix. Niet alleen door woningen toe te voegen, maar ook andere functies toe te voegen. Binnenkort opent er een lesjescentrum in de binnenstad. En ook dat levert weer enorm veel trek op van andere doelgroepen op andere momenten van de dag. En zo maken we stap voor stap die binnenstad een stuk leuker en aantrekkelijker. Als we even kijken naar het aantal supermarkten, heb ik begrepen dat er eigenlijk één grote supermarkt is in het centrum. Kan de stad de groei aan, zeg maar, als dat soort faciliteiten ook mee moeten? Nou, kijk, als er dus meer bewoners komen, dan is er ook meer directe marktruimte voor supermarkten. Overigens is er nu iets meer dan één supermarkt. Ja. Je hebt de Dirk van den Broek, je hebt de Tanger, je hebt de Amazing Oriental. Hè. Dus het zijn verschillende supermarkten. Het zijn niet allemaal de grote supermarkten zoals we die in de wijken kennen. Maar het is ook een ander gebied en het is ook een andere concurrentiepositie voor die supermarkten. Je hebt ook de Aldi. Ook nog de Aldi, precies.
En de Lidl bij Passage. Niet weg. Oh, niet weg. Ja, ja, ja. Voordat we alle supermarkten langs gaan, er zijn er gelukkig genoeg. Ja, precies. Maar als we het dan even hebben, meneer Lauwsen, over woningbouw. Hè, dan is er ook nog wel op de Wisselweg in de Randstad dat daar het nodige gebouwd zou gaan worden. Zeker. Hoe staat het daarmee? Gaat de schop de grond in? De schop die kan de grond in voor de Wisselweg. Nou, daar zijn we nog in gesprek met de ontwikkelaar. Voor de Randstad maken we nu op dit moment een plan. Kijk, we zijn in afwachting van de gemeenteraad over besluitvorming over het mobiliteitsplan en over de visie 2040 voor het centrum. En in voorbereiding daarop zijn we nu plannen aan het voorbereiden die dan net na de zomer ook naar de gemeenteraad gaan. En dat gaat onder andere over het plan voor de Randstad, maar dat gaat ook over een plan voor de Oostkavels en ook over een plan aan de westzijde van het centrum. En ook de Wisselweg zijn we nog verder in gesprek om ook dat gebied nog verder uit te breiden. Ja. En alles bij elkaar praat je dan nog over 6.000-7.000 woningen. Ja. En op welke termijn zou dat gerealiseerd kunnen worden? Afhankelijk van het tempo van besluitvorming en voorbereiding en natuurlijk de markt, de marktontwikkelingen, zou dat echt richting 2030, 2035 zou dat allemaal gerealiseerd moeten zijn. En dan nog even een andere. We hebben natuurlijk ook vaker gehoord over de studentencampus, ja, die er zou komen, de grootste plannen. Wat is de laatste stand van zaken daarbij? We zijn druk in voorbereiding. Dus we zijn de aanbesteding aan het voorbereiden. En de Windesheim Hogeschool die is al in een vergevoerd stadium van ontwerp. De eerste vergunningverlening is daarvoor verstrekt. Dus 2027 zal zowel de hogeschool als de eerste woning worden opgeleverd. Ja, dus daar komt toch de nodige woningbouw in ieder geval op termijn bij. Vorig jaar stond Almere op de 23e in de ranglijst van de meest aantrekkelijke woonsteden. Deed dat jullie goed, zal ik maar zeggen? Of zeg je van nou, het is leuk, maar het is meegenomen. Nou, kijk, ik zit niet in de politiek, hè, dus lijstjes doen mij niet zo heel veel in die zin. Het gaat erom dat je een aantrekkelijke stad bent waar mensen heel fijn wonen. En op dit moment wonen hier kleine 230.000 mensen met heel veel plezier. Dus ik denk dat voor die mensen Almere op plek 1 staat. En ik denk dat dat het belangrijkste is om te volgen. Ja, die studentenwoningen, wanneer waren die ook weer klaar? Die studentenwoning 2027 de eerste. Oké, okay, dat is al iets eerder dan wat voor een voormalig gepland was? Of is dat? Nee, dat is een jaartje later. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, dat valt nog mee, toch? Dat valt nog mee, ja. Dingen. Ja. Dus er wordt nog nodiger gebouwd, dames en heren. Dat is mooi. Ja. Toch? Dan even nog tot slot parkeren. Want ja, dat is natuurlijk ook een dingetje. Een van de dunst bevolkte gebieden, zegt u. Maar ondertussen is de parkeernood ook altijd daar. Hoe gaan jullie daarmee om in de groeiende stad? Nou, dat is het belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan wat nu voor ligt in de Raad. En qua parkeren is het nu zo dat we ruimte bieden aan eigenlijk iedereen die wil parkeren. Als je echt de ambitie hebt om met 8.000 tot 10.000 woningen de binnenstad te verdichten, te verstedelijken, dan zul je een ander regime op parkeren moeten doen. En dan is misschien ook keuzes maken tussen wie je voorrang geeft in parkeren. Dat zal aan de orde zijn. Hè? Dus je hebt een bepaalde groepen, je hebt bezoekers voor het centrum, die dus ook het economisch functioneren van het gebied te goede komen. Je hebt bewoners en nieuwe bewoners. En je hebt ook werknemers. Nou, op dit moment subsidiëren wij alle groepen, ook met lage tarieven. En iedereen is welkom. En ja, die zult er op een gegeven moment schaarste moeten creëren. Ja, dus daar zou u een soort van verschil tussen willen maken tussen de verschillende groepen? Ja, dat is niet aan mij natuurlijk. Het is aan de gemeenteraad. Maar wij zullen wel voorstellen doen om daarin keuzes te maken. Ja, vraag daarover. Als je het hebt over schaarste creëren. Schaarste ontstaat, maar je noemt nu specifiek schaarste creëren. Kan je uitleggen wat daarmee bedoeld wordt met schaarste creëren? Nou, het is goed dat je dat zegt, Jurgen. Want het gaat meer over schaarste die ontstaat. Hè. Dus door de toenemende druk. Want je kunt niet parkeerplekken en woningen bouwen. Hè. Op een gegeven moment dan is de grond op. En je kunt ook maar beperkte hoogte in. Hè. Dat gaan we wel veel meer doen dan in andere gebieden in Almere. Maar ja, je zult op een andere manier naar parkeren moeten kijken. En ook het huidige autobezit in het centrum is veel lager dan in andere wijken in Almere. Dus als je al gewoon aansluit bij het huidige autobezit, ja, dan ga je al naar een heel andere parkeernorm toe. Maar dat betekent dus ook dat je minder parkeer erbij maakt en wel heel veel programma erbij maakt en veel mensen erbij krijgt. En dan zal er schaarste ontstaan. Ben ik benieuwd naar, dat is geen politieke vraag, maar hoe verwacht je dat dat uit zal pakken? Want we noemen het ook het hart van de stad. En dat betekent dat mensen er graag komen. Niet alleen vanuit Almere zelf, maar ook vanuit omstreken. Houden we de stad dan wel aantrekkelijk genoeg voor mensen die met de auto komen? En zorgen we er niet voor dat we de auto wegpesten uit Almere? Of dat we voorrang geven aan lopen en vervolgens 2 kilometer verderop parkeren? Houden we de stad nog aantrekkelijk en bereikbaar voor de auto ook? Nou, dat is een hele goede vraag, Jurgen. Het is voor Almere, denk ik, en voor de binnenstad ontzettend belangrijk dat de binnenstad goed bereikbaar blijft voor de auto. En dat mensen daar goed kunnen parkeren.
Het is zo dat in de hele omgeving, zeg maar, we toch ook afhankelijk zijn van de autobereikbaarheid voor de binnenstad. Dat is gewoon heel erg belangrijk voor het economisch functioneren. Dus met het nieuwe mobiliteitsplan zeggen we ook niet, we gaan de auto wegpesten. Maar we zeggen, iedereen is te gast en iedereen moet het goed kunnen bereiken en goed kunnen stallen. Dat geldt zowel voor de auto als voor de fiets, maar ook voor de voetganger. En het geldt ook zo dat de voetganger in het gebied, in de binnenstad, uiteindelijk de voetganger leidend moet zijn. Want anders kun je niet fijn recreëren, winkelen. Dus dat betekent dat de barrièrewerking die er nu is, hè, door middel van een tweebaans autoweg door het centrum, ja, die zouden we heel graag wat willen verminderen. En daar ook wat meer naar andere modaliteiten aan kunnen toevoegen, zodat je ook wat meer reuring krijgt. Zodat het interessant wordt om daar bijvoorbeeld een winkeltje langs te openen of iets anders. Nog even een vraagje met betrekking tot woningbouw. Vorig jaar kwam naar buiten dat in het gebouw van Peek en Kloppenburg woningen zouden komen. We hadden het over woningen. Is dat nog steeds het geval? Ja, de eigenaar van de Peek en Kloppenburg van het vastgoed, die heeft de plan inderdaad om in de bovenste twee lagen van het pand, wat eigenlijk retail is, zeg maar, om daar woningen in te maken. De retailmeters zijn te veel in het centrum. Sowieso in heel Almere hebben we te veel retailmeters. Maar ook in het centrum in de binnenstad hebben we te veel retailmeters. En de retailmeters op de derde en vierde verdieping, die zullen waarschijnlijk nooit meer verhuurd worden. En we hebben de doelstelling om woningen toe te voegen. En binnen het bestemmingsplan mag het ook. Dus de eigenaar heeft een plan ontwikkeld om daar, ik geloof, 87 appartementen in te realiseren. Eigenlijk een soort herschikking van de bestaande ruimte. Ja, zeker. En een hele goede, hele welkom. Hartelijk dank. De tijd begint te dringen voor bewoners van containerwoningen in de Odeonstraat. In juli dit jaar moeten zij namelijk uit hun woning. De tijdelijke contracten lopen af en straks moeten zij hun huis verlaten. Verslaggever Maud Sipsbul staat bij die woningen. Maud, wat is er aan de hand? Ja, de 30 bewoners van de containerwoningen achter mij moeten in juli hun huis verlaten. Dit vanwege de tijdelijke contracten die aflopen. De bedoeling was dat de bewoners na een periode van 5 jaar doorgingen stromen naar een andere woning. Maar vanwege de crisis op de woningmarkt is dit niet gelukt. Volgens de gemeente Almere kunnen ze niets voor de bewoners betekenen. De vraag is nu wat er met deze mensen gaat gebeuren. Mevrouw Selman, heeft u een antwoord op de vraag van Maud? Nou, als het dus aan de gemeente ligt, dan gaan deze mensen op straat. En dat gaan wij niet toelaten. En daarom zetten we nu alles op alles. Alle regelingen die er maar zijn naar boven halen om deze mensen te helpen. En ik wil daarin aangeven dat deze mensen die daar zitten, dat zijn jongeren. En daarin zitten wat kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Pasgeboren baby's. Je hebt ook staatshouders die daar zijn geplaatst zonder sociaal vangnet. Die uit een ander land komen, waren 18. Die zijn daardoor door de gemeente Almere geplaatst. Omdat er geen andere woonmogelijkheid was. En nu 5 jaar later zeggen we, zoek het maar lekker uit. En dat gaat ons niet gebeuren als het aan mij ligt. Maar welke opties heeft u dan? Nou, we hebben inderdaad heel veel opties besproken. Met name woningruil hebben we het erover gehad dat ze even van woningen veranderen. We hebben het erover gehad om om ze langer daar te laten. Dat niks kon op dat moment. Nou heb ik met heel veel gesprekken met ambtenaren, met woningcoöperaties, andere gemeenten. Nou hebben we een keuze die naar boven kwam. Dat was de ruggensteunregeling. En de ruggensteunregeling is eigenlijk dat je een uitweg maakt uit de reguliere standaarden van de woningmarkt als gemeente en als woningcoöperatie om toch uit nood deze mensen te helpen. Ja, u heeft er ook een motie voor ingediend volgens mij. Ja, zeker. Die staat op de wegingstafel morgen. En als andere partijen die willen bespreken, dan gaan we die volgende week denk ik bespreken. Deze mensen gaan na volgens mij een jaartje of 5 nu het huis uit. Ja. Tenminste, als het aan de regels nu ligt. U kunt ook zeggen, 5 jaar geleden wist u ook al dat u eruit zou moeten. Nou, daarom gaf ik net aan, het zijn wel kwetsbare inwoners.
dan dat ben ik ook vergeten, dat het zijn ook jongeren die uit de jeugdzorg komen. Dus het zijn niet personen met een sociaal sterk vangnet waar ze naar terug kunnen. Dat is één. En twee, heb je als gemeente Almere ook die doorstroommogelijkheden niet bevorderd. Waardoor het voor die mensen gewoon beperkt is om door te stromen naar bijvoorbeeld een sociale huurwoning. Ze staan ingeschreven al jaren, maar ze komen toch niet aan een sociale huurwoning. Ja, wat ik hier hoor, en dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ik ben benieuwd hoe mevrouw Selman hierover denkt. Je had het net over 5 jaar, maar klopt het dat deze bewoners nu 7 jaar na 2 verlengingen nog steeds zitten? Na 7 jaar, terwijl het contract was voor 5 jaar aangegaan. Als je nu zegt, we willen ze er koste wat kost laten blijven zitten. Ze hebben de kans gekregen om 5 jaar deze woning te kunnen betrekken. Aan de andere kant zit er iemand die op zolder bij zijn ouders zit. Op zijn 30ste. En als je dan hebt over de gemeente bevordert doorstroom niet. Maar zelf doe je een voorstel om deze bewoners nog langer te laten zitten. Dan ben je toch eigenlijk onderdeel van het probleem. Nee. Want wat ons betreft, wat de Partij van de Arbeid betreft, help je de meest kwetsbaren eerst. En op dit moment zijn die inwoners dat. Want als jij ze op straat zet, als wij als gemeente ze op straat zetten, dan zijn ze dakloos. Wat ervoor zorgt dat ze bij het leger des heils komen. En als we het dan over de financieel plaatje hebben waar de VVD heel erg van houdt, dan gaat het de gemeente Almere misschien wel meer kosten dan dat het nu doet. Ik hoop wel dat elke fractie in de raad staat voor financiële degelijkheid. De VVD in ieder geval. Nee, maar nogmaals mijn vraag. Je hebt het over de doorstroom die niet loopt. Ja. Ondertussen hebben we bewoners die hebben een contract voor 5 jaar getekend. Mm-hmm. Is verlengd met een jaar. En nogmaals een jaar zitten er nu 7 jaar. Ja. En aan de andere kant heb je wellicht wel andere kwetsbare jongeren die nu niet de kans krijgen. Nou, u zegt eigenlijk het is een beetje tussen huurder en verhuurder. Als ik het heel erg plat sla. Niet daar eigenlijk, gaan we niet dat over. Is het. Ja, dat is het ook. Ik vind, de Partij van de Arbeid vindt, en ik persoonlijk ook, dat je als raadslid dat je een bepaald verantwoordelijkheid hebt voor je inwoners. En die verantwoordelijkheid, die voel ik op dit moment. Als ik zie dat kwetsbare inwoners straks op straat komen te staan en daardoor geen veilig dak boven hun hoofd hebben, dan ga ik daarvoor strijden. En de andere mensen die op een plek wachten, die vind ik ook heel erg, maar daarin helpen we het meest kwetsbare eerst. Liever iemand op zolder dan iemand op straat. Nou, dit is een voorbeeld, maar er zijn nu ook heel veel, ik kan me voorstellen, er zijn ook jeugdigen die ook wachten in dezelfde bijzondere omstandigheden, maar die krijgen nu niet die kans die de mensen 7 jaar geleden wel gehad hebben. Dus wat pleit u voor? Want inderdaad, hè, wat u zegt, meer woningbouw. Precies. En als we 5 jaar geleden hadden gezegd, we hebben hier een locatie waar een ontwikkelaar een plan heeft om woningbouw te realiseren, stemde de gemeenteraad in. Nou, als we 5 jaar geleden hadden gezegd ja, hadden we wellicht nu 850 woningen op de plek waar een kasteelruïne stond. Ja. Dus daarom is het ook belangrijk om ook nu na te denken over later. Want als we 5 jaar geleden hadden gezegd, nou, laten we hier woningen gaan realiseren, hadden we wellicht een andere uitstroommogelijkheid voor die jongeren die er nu niet is. Maar de ruggensteunregeling waar mevrouw Selman het over heeft, die heeft in andere gemeentes de nodige werking gehad. Zeker in Amsterdam en Utrecht. Die hebben daar ook gebruik van gemaakt omdat precies dezelfde doelgroep hiermee te maken heeft. Maar ging het dan wel lopen daar waar meneer Ochtendstond? Kijk, je moet het parallel aan elkaar zien. Dat is dat we echt meer moeten bouwen, sociaal moeten bouwen voor de jongeren die in die instellingen zitten en door moeten gaan. Voor de statushouders, voor de woningzoekenden, de in Almere met een sociaal inkomen. Zo noem ik het even, lage inkomen. Dus we moeten meer bouwen. Maar tegelijkertijd ga ik als raadslid en als Partij van de Arbeid, gaan wij niet toestaan dat jongeren die kwetsbaar zijn op straat worden gezet. Dan gaan we toch ook eventjes naar meneer Dobber van Leefbaar Almere. Ik hoor u niet echt. Nee, het is een lastig onderwerp. Kijk, het probleem is, we hebben het nu over 1 specifieke groep daar op het Orionveld. Ik vind als we dan toch beleid maken dat we dat stadsbreed moeten doen. Dan gaan we kijken van tijdelijk huurcontract, hoe ga je daarmee om in de hele stad? Want als je 1 groep daar iets specifieks mee doet, ja, dan dat heeft gewoon zijn werking op de rest. Dus dat moet je gewoon in zijn geheel bekijken. En ik vind ook dat we veel meer moeten kijken naar oplossingen voor mensen om thuis te kunnen blijven wonen. Ik sprak laatst een mevrouw die wou graag op haar woning een dak opbouwen, zodat haar gehandicapte dochter bij haar kon wonen, maar ze kreeg er geen vergunning voor. Dus ik denk dat we ook veel meer moeten kijken naar hoe zorgen we ervoor dat mensen
veel meer kunnen doen aan een eigen woning. Een woning splitsen, uitbreiden, meer vrijheid. En dat alle kleine beetjes helpen. Je moet ook gewoon sowieso veel meer woningen bouwen. Bijvoorbeeld in het centrum. Hè, waar nou, we ook mee creatiever bezig, omgaan. Veel creatiever omgaan met hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen gewoon een plek geven. Helder. Hartelijk dank. Het is een discussie die nog een tijdje zal lopen, denk ik. Absoluut. Maar, bij deze. Ja. Na jaren van onzekerheid weet Poppodium De Meester sinds februari dat ze mag blijven bestaan. Maar daar is geld voor nodig. Deze week staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Verslaggever Cynthia Wijnen, hoe zat het ook alweer? Poppodium waar ik nu sta had lange tijd geen structurele financiering. Maar door een aangenomen voorstel van D66, CDA en Leefbaar Almere gaat de gemeente voldoende geld vrijmaken om het Poppodium te laten voortbestaan. Momenteel is er 130.000 euro beschikbaar, maar met dat budget is er geen ruimte voor de meester om door te groeien. Daarvoor moet 300.000 euro extra worden vrijgemaakt. En wat gaat er met dat geld gebeuren dan? Ja, daar zijn drie scenario's voor uitgedacht. In het eerste scenario blijft het podium zoals het is, maar gaat er extra geld naar het personeel en programma's. In het tweede scenario komt er fysiek meer ruimte voor popmuziek, bijvoorbeeld met een extra zaal. In het derde scenario komt het Poppodium in een ander gebouw met twee kleine zalen en een grote zaal. Dat laatste past volgens het college het beste bij de ambities van de stad, maar is het niet realistisch. Daarom willen ze inzetten op het tweede scenario, waarbij er een extra zaal wordt gerealiseerd. De gemeenteraad praat donderdag ook in welk scenario zij het meeste zien. Meneer Dobberg, hoe ziet u de groei van het Poppodium? In het verleden, Danny had het al een beetje over toen we het stadshart creëerden, ze hebben eigenlijk heel veel winkels en voorzieningen gebouwd, maar eigenlijk iets te vroeg. En we hebben ook daar een heel mooi poppodium gebouwd. Het is heel mooi dat we dat nu kunnen behouden, maar het is eigenlijk niet genoeg voor een stad zo groot als Almere. Je wilt daarin verder groeien, je wilt die vorm van cultuur wil je meer ruimte geven. En gelukkig hebben we dat gebouw al gebouwd. Ik denk dat het nu tijd is om dat meer te gaan inzetten. En daar langzaam in te groeien, mits onze financiële situatie de stad toelaat. Maar het is wel goed om daar naartoe te werken, om dat als visie te hebben. Maar het gebouw wat er nu staat, dat is dan volgens u voldoende? Het gebouw zoals het er nu staat, dat gebouw wat we een tijdje geleden hebben opgeleverd, wat nu gebruikt wordt als casino voornamelijk. Mm-hmm. Dat is een hele grote zaal, of een heel groot gebouw, er zitten meerdere zalen in. Ja. Dat is voorlopig voldoende voor groei, zeker. Ja. Maar uiteindelijk, wat u al zei, er is geld voor nodig. Sowieso eerst nog even, u zegt het is te vroeg gebouwd. Wat bedoelt u daarmee? Nee, in het stadshart, jaren geleden toen die grote uitbreiding kwam. Hè, toen dat gebouwd is en de kunstlinie gebouwd is. En al die winkels, werd eigenlijk al vanuit gegaan dat die woningbouw er vlak achteraan zou komen. Dat is niet gebeurd vanwege de crisis toen de tijd. Dus we hebben al die voorzieningen daar. Maar die worden nog niet genoeg benut. Daarom is die woningbouw in het centrum zo belangrijk. En ja, we hebben dat gebouw dus al. Dus we kunnen daar gewoon langzaam in gaan trekken. Ja, want volgens onze verslaggever, die gaf aan, er zijn een drietal opties. Waarbij de laatste optie is dat er gewoon een nieuw gebouw gaat komen. Hoe kijken jullie er tegenaan? Maar een heel nieuw gebouw, dat lijkt me voorlopig niet nodig. Dat zal de komende jaren ook niet nodig zijn. Want we hebben gewoon een gebouw, dat gebruiken we nog niet. Er zit een casino in, dus dat kunnen we gewoon langzamerhand gaan inzetten. Ja, en uiteindelijk de financiële onderbouwing? Gaan nu de cultuurprijzen omhoog? Nou ja, er komt een lastige tijd aan. We zullen onze financiën goed onder de loep moeten nemen. Wat ons betreft, wat Leef betreft, gaan we zo min mogelijk aan kunst en cultuur zitten. Om in ieder geval te behouden wat we nu hebben. Dus de meeste voorlopig behouden zoals het is. Dat is denk ik het meest reëel. Maar het is altijd goed om de ambities naar de toekomst al in te zetten. Ja, we hebben natuurlijk ook in Almere de kunstlinie ook, waar ook het nodige gedaan kan worden. Ziet u dat ook als een soort van uitvalbasis, mocht het nodig zijn? Ik denk niet dat de kunstlinie geschikt is voor een functie van poppodium. Daar kunnen we beter dat poppodium wat we hebben gebouwd voor gaan gebruiken. Ja. Nou, waarom niet eigenlijk? Waarom zou de kunstlinie daar niet in volstaan? Nou ja, dat is meer voor theater. Hè? Een poppodium, daar wil je een podium met een bar in de buurt waar je wat kan drinken, waar je kan dansen. Volgens mij is het ook een ander doelgroep. Een hele andere doelgroep. En het is ook mooi om verschillende
culturele dingen in onze stad te hebben. Het hoeft niet alleen maar het kunstlinie te zijn. En daar stoppen we al onze kunst en cultuur in. En dat is het. Ik denk dat juist die diversiteit in onze cultuur en die verschillen, nu gezien we nu onze eigen stad aan het bouwen zijn, moeten we in ieder geval behouden en koesteren wat we hebben. En in ieder geval ook die visie te behouden om het beter en groter te doen. Zou u de cultuur meer willen spreiden over de stad dan? Nou, dat lijkt mij, voor ons is dat een hele mooie ambitie. Maar ik denk dat als je cultuur in het centrum behoudt en vergroot, dat al een hele, het is al een hele uitdaging om dat te doen. En ik denk dat dat concentratie in het stadscentrum moet zijn. Dat is ook ontzettend belangrijk, hè? Voor de toegroei naar een functie als binnenstad. Hè? Dat je echt die functiemix, waar ik het eerder over had. Cultuur is een hele belangrijk onderdeel voor een goed functionerende binnenstad, waar mensen graag zijn. En dus, precies. En wat je merkt, ik bedoel, in deze tijd groeien mensen eigenlijk een beetje uit elkaar vanwege de social media en de smart. Dus ik vind dat je als gemeente, maar ook gewoon als maatschappij ervoor moet zorgen dat er nog dingen zijn die mensen samenbrengen. De eten is daar een van. En daarom zijn we heel blij natuurlijk met de restauranten. Maar muziek en cultuur is daar iets ook wat mensen samenbrengt. En ik denk dat dat echt onderschat wordt hoe belangrijk dat is voor de stad. Meneer Morgenstond, u maakte net de opmerking van de kunstlinie. Wellicht zou dat inderdaad een uitvalbasis kunnen zijn. Hoe kijken jullie naar deze vorm van cultuur in de stad? Nou, cultuur is ook een stukje verrijking voor de stad. Het is ook goed dat er is in Almere. Het geeft ook het karakter en een stukje ziel aan de stad. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we kijken, nou, hoe kunnen we dat doen op zo'n manier dat het iets bijdraagt, maar dat het de Almeerders niet te veel kost. En dat betekent dus ook dat je naar alle mogelijkheden kijkt en daar ook de beste optie uit kiest. En dat dan niet alleen die ambitie voorop staat, maar ook kijk naar de toekomst. Kan zo'n instituut dan ook draagkrachtig zijn op zichzelf of met minder subsidie of zo min mogelijk subsidie, waardoor je hetzelfde bereikt, maar dan met minder middelen, zodat het al meer en minder kost. Ja, maar dan denkt u wellicht ook aan, zoals ook in Amsterdam bij de musea gebeurt, dat er gewoon sponsors zijn of partners die daarin meegaan. Ja, ik vind het altijd een beetje riskant om Almere te vergelijken met andere steden, omdat Almere zo uniek is. Dus wat in Amsterdam werkt of in Arnhem, dat werkt in Almere bijvoorbeeld niet per se. En ik denk dat maar ook is dat een richting? Anders moeten Almere wellicht meer gaan betalen. Het zou ontzettend mooi zijn als er sponsoren zijn of private partijen die zeggen, nou, ik wil daar in investeren. En dat vind ik ook heel mooi, want het hoeft niet altijd de gemeente te zijn. De gemeente moet goed zijn voor de veiligheid, hè, voor de dat ons afval netjes op tijd wordt opgehaald, dat de straten schoon zijn en de openbare ruimte. Dus dat zijn ook de kerntaken van de gemeente. En al het overige, dat is uiteraard mooi, maar laten we niet voor alles naar de gemeente kijken, maar ook naar wat kunnen partijen in de stad zelf doen, want uiteindelijk maken mensen de stad. Ja, nou, met dat, daar wil ik echt op ingaan, want je zegt het heel goed, mensen maken de stad, dus ja, het zou ook helemaal niet erg zijn als mensen, inwoners van Almere, bijdragen, ook financieel bijdragen aan het maken van de stad. Ja, maar dat want beslis je nu voor de mensen. Nee, ik geef dat als suggestie. Het zou niet erg zijn als jij in een mooie stad wil wonen, waarin het schoon is, waarin het veilig is, waarin je naar het museum kan gaan, wanneer je in kunstlinie kan gaan, waarin alle faciliteiten er zijn. Dan denkt de Partij van de Arbeid dat het goed zou zijn als we allemaal ons steentje bijdragen aan deze stad. Eens. Tot slot, meneer Dobber. Mooi. We begonnen het onderwerp. U heeft nu een aantal zaken zijn langsgekomen. Ja, je zei net, we zouden meer moeten investeren in kunstcultuur. Dat vinden we niet per se dat zo is, dat je nou extra moet gaan investeren. Precies. Maar we vinden wel dat het moet meegroeien met de groei van de stad. Want het is al jaren hetzelfde budget, terwijl er steeds meer inwoners bij komen. Dus we vinden ook dat dat budget mee hoort te groeien. En alle voorzieningen die bij de stad horen, meegroeien met het aantal inwoners. Want alleen maar woningen bouwen zonder die voorzieningen, dan krijgen we op een gegeven moment een hele zieloze stad. Ja, nou, en dat sluit eraan bij meneer Lauwersen natuurlijk, dat er een beetje reuring moet zijn. Maar wat mevrouw Selmans zegt, het idee tot slot, dus de mens maakt de stad en dus is een soort verbintenis met het bijdragen aan. Zien jullie dat ook zitten? Op zich wel. En daarbij wil ik ook extra toevoegen dat het dan ook vooral gaat over het ondersteunen van initiatieven die uit de stad komen. Het is ook niet de bedoeling dat we in het stadhuis gaan bedenken wat kunst en cultuur is. Precies. Er zijn initiatieven uit de stad en die moeten we faciliteren. Precies, ondersteunen, ja. Kijk, daar zijn we het over eens. Dat is mooi. Hartelijk dank. Jij bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Politiek op 1. Volgende week zijn we weer met 4 nieuwe tafelgasten.
Tot dan.